is vandaag maandag en we gaan weer lekker de week starten. Het wordt een minder grote week dan vorige week. We hadden 155 kilometer gelopen. Maar op deze week is het zondag tijd voor de bruggenloop. Een hartstikke leuke wedstrijd in Rotterdam. Ik heb er super veel zin in. Dus we gaan deze week wel lekker trainen. Maar niet zo heftig als vorige week. Het is vandaag maandag. Wat ik al zei, let's go. De eerste run in de middag. Je hebt een loopje, gaat lekker. Benen voelen echt goed aan, het is lekker koud. IJsbaan pakken. Net terug van het eerste loopje op maandag. Was een heerlijk stukje, 10 kilometer. Echt lekker weer om te lopen. Het is heel erg een beetje aan het miezeren. Maar bijna eigenlijk niet nat van geworden. Het is nog steeds echt een lekker temperatuurtje om te lopen. Benen voelen helemaal goed. Dus vanmiddag nog een wat langere loop. Rustig aan, wel gewoon duurloop. En dan is het alweer klaar met maandag. Dan gaan we door naar de baan op dinsdag. Kijk, daar is hij. Nu al een strijder. Het is werktijd, dus we gaan een stukje lopen. Ik heb Edwin erbij. Die gaat meelopen, dus we gaan een kilometertje of 16, 17 even een rondje doen door de stad heen, want daar is wat meer licht. Lampjes aan, jongens en meisjes. Altijd lampjes aan, dus komen die auto tegen je aan. Kijk, we hebben gelopen. Hoe was het? We leven nog. Heerlijk. Nee, het was echt lekker lopen. Dat was een mooi rondje, hè? Hoeveel even kilometer? 18 kilometer, Rotterdam nog even gezien. En weer terug, bijna langs Delftland geloof ik, hè? Ja, dus Nolet fabriek even laten zien en een mooie molens in het prachtige Schiedam. Dus hij is niet overtuigd om hier te komen wonen, maar hij vond het wel mooi. Dus, prachtig rondje. Top loopie. Goed, hè? Ja, het is echt heel leuk. Zo, ze zijn even vergeten de verwarming aan te doen. Het is super koud op kantoor. We zijn bij Pak, zo meteen op de baan trainen. Eerst even 5 kilometer inlopen. Hartslagband vergeten, super stom. Maar ja, het is niet anders. Dus even zonder hartslagband. Dus kijken dat de data alle kanten op gaat. Dan kan je gelijk zien dat die hartslag op die horloge waarschijnlijk niet zo lekker is. Maar we gaan het zien. Zometeen samen met Nick. 5 keer 400, 200 meter. Even rusten, want zondag is natuurlijk bruggenloop. Dus we gaan niet te gek doen. Lekker even een stukje lopen op de baan. Maar eerst 5 kilometer inlopen. Ah, moet je hem zien lopen. Met Emiel Muts. Met Emiel Muts. Emiel Muts. Bam, jou en ik. Lekker privébaantje. Met deze schoenen worden net. What? Nou, zoals ik al zei, wordt het 5 keer 400, 200 met als rustpauze gewoon 200 doordribbelen en ook 200 seriepauze. Dus ik ga ze niet te hard doen. Ik denk rondjes 72 max als ik echt doorloop. Dus dat is ongeveer 3 rond gemiddeld, maar ik denk misschien nog wel wat langzamer. Rustig aan voor zondag, dus gewoon een beetje de benen tempo geven, niet te gek. Het was een hele korte training, volgens mij een minuutje of max 18. Het heeft helemaal geen energie gekost. 400'tjes, 200'tjes, gewoon goed rustpauze, niet te hard. Goed voor zondag, dus echt gewoon even wat snelheidprikkels voor het lekkere. Maar nog wel taperen eigenlijk voor zondag, dus rustig aangedaan.
En ik heb heel erg zin in de zondag. Dus deze baantraining was een kleintje samen met Nick. Ik wilde toch even de training doornemen. Het was een hele kleine training, maar ik dacht laat ik hem ook toch even meenemen. Het is even wat tempo's die ik heb gedaan. Wat kleine tempo's in de benen. Het zijn 400'tjes en 200'tjes. Dus het was eigenlijk 5 keer 400, 200. En ik begon bij rondjes 74. En dat heb ik eigenlijk gewoon de hele tijd gedaan. Dus dat tempo rond 305, 305. Nou, je ziet het. Daar ligt het tempo ongeveer. En de laatste twee heb ik ietsje doorgelopen. Dus dan heb ik rondje 71 gedaan. En uiteindelijk nog een rondje 67, de ene laatste. En nog een 200'tje met behoorlijk op tempo. Ja, dit heeft niet zo heel veel gedaan qua schade. Maar het is wel lekker om even wat tempo's in de benen te hebben. Het is kleine 18 minuten was het, voor 5 kilometer. Dus allemaal niet te gek. Maar wel heel leuk om die training te doen. Dus even een snelle prikkel voor uiteindelijk het eind van de week de bruggen loopt. Dus niet te gek daarvoor. Dus vandaar deze training wat korter. Podcast opnemen. Dit is een mooie Mac. Ja. Ik wil ook nog, nu je dit over zegt, even alle luisteraars bedanken. Want het is nu Spotify Wrapped. En mensen, jullie luisteren bizar naar ons. Dus even een goede applaus en shout-out naar gewoon alle luisteraars die ons hebben gestuurd. Dat ze al die minuten naar ons luisteren. En dat was gouden huur. Dus dat is wel heel erg vet. Dus ik vind het heel tof om dat te krijgen, te ontvangen, om te zien, te delen. En dan weet ik weer van, dit is al het werk wat we insteken en uiteindelijk niks voor krijgen. Dus dank je wel daarvoor. Ik vind het heel fijn om dit te doen. En dat jullie daar ook echt zoveel energie uit halen. Dat is thanks. Het is woensdagmiddag, straalblauwe lucht, dus we gaan even een lekker loopje in de middag doen. Ik heb er heel veel zin in. Vanavond een beetje krachttraining. Ik ga niet te gek doen, want zondag is nog steeds bruggenloop, dus rustig aan, maar wel heel veel zin in. Lekker stukje gelopen, kilometertje of 12 in de lunchpauze. Dus vanavond, wat ik al zei, krachttraining en nog een klein stukje op de band. Deze week zijn het allemaal wat minder lange loopjes, zodat ik zondag gewoon lekker ready ben. Ik ga nog even kijken hoe ik de week verder inplan. Donderdag staat er 30 minuten op de loopband, op zone 3 nog. Ik ga kijken of ik die ga doen. Misschien ga ik hem doen, misschien ga ik hem overslaan. Even kijken hoe ik hem voel. Deze loop doe ik op de loopband, de Streak Flight. Ja, die doe ik op de loopband, volgens mij wel. Ze lopen wel, ik vind ze op de weg wat te dun, maar op de loopband lopen ze wel echt lekker. Dus chill op de loopband. Net terug van een half uurtje, 20 minuutjes krachttraining. Ik heb niet te lang gedaan, 20 minuutjes even de benen. Ik wil geen spierpijn hebben voor zondag. Gewoon rustig 20 minuutjes. En 30 minuten nog een loopje op de band. Met nog een paar keer versnellingen. Dus een paar minuutjes op snel tempo aan het eind. Dus lekker gelopen en tevreden. Blij dat ik eventjes ben gegaan toch. Dus. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging en ik dacht ik neem het gelijk even mee in mijn weekvlog. Want wat mij heel erg vet lijkt is om bijvoorbeeld voor een hardloopmerk of voor hardloopevenementen de marketing te doen. Zoals je weet, ik maak video's. Creativiteit is wat ik heel graag in mijn functie wil hebben. Dus mocht jij iemand weten of mocht jij nog een functie hebben waarin ik dus hardlopen kan combineren met creativiteit, dan hoor ik het graag. info@emielbergen.nl. Dankjewel. Als je iemand weet, laat het me weten.
ga nu even een stukje lopen in de middag. Veel zin in. Even lekker lopen. Het is weer gewoon goed weer. Na werk ga ik misschien even op de loopband. Ik ben nog steeds in twijfel of ik het ga doen. Maar ik ga even kijken hoe het loopje nu loopt. Op zich heb ik nergens last van. De benen voelen echt goed. Dus ik ben echt heel erg ready voor zondag. Ik heb heel erg zin in zondag. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe we gaan lopen. Het is een super wedstrijd. Brugge loopt. Dus heel enthousiast daarvoor. Kijken voor vanavond wat ik ga doen. Maar voor nu eerst gewoon een loopje en dan zie ik het wel. Ik heb ervoor gekozen om toch maar niet die 30 minuutjes op tempo te lopen. Vandaag al 70 kilometer in de been en ja, heeft niet zoveel voordeel voor zondag denk ik. Dus gewoon even rustig aan doen. Be patient. Morgen gewoon wel even lekker loopjes doen en vandaag even chillen bij een vriend. Dus daar ga ik nu in. Ik had vandaag geprobeerd om opnames te maken voor de bruggenloop alvast, maar het was super mistig. Dus helaas moet ik daar weer voor terugkomen. Vandaag had ik wel de dag helemaal ingepland daarvoor om dat te doen, maar ja, het is niet anders. Ik heb er wel een mooie reel van gemaakt, een soort reclame voor de bruggenloop, dus alsjeblieft. Ik vond het wel leuk om te maken, maar ja, ik ga nu eventjes een stukje lopen, rustig duurlopen. Ik denk kilometertje of 16, 17 op vrijdag en morgen nog een klein duurloopje en dan is het zover. Dus het is niet zo'n spannende week, maar het is wel een week waar we uiteindelijk gewoon rustig taperen en richting de bruggenloop gaan, want dat is het einddoel voor deze week. Heel vet. De bruggenloop is een 15 kilometer wedstrijd en wat de naam al doet vermoeden, een loop die over verschillende bruggen heen gaat. Achter mij zie je de Brienoordbrug, wat een van de twee grotere bruggen is die je tijdens het evenement passeert. De Brugs! Yeah. Terug van het loopje, 17 kilometer, ongeveer 4 minuten gemiddeld pace. Dus wel een stukje doorgelopen. Mijn oortjes deden niet meer, dus ik had geen muziek. En dan, dan ga ik me vervelen, dan ga ik blijkbaar wel verder lopen. Maar goed, was wel lekker. Gisteren toch extra gedaan, dus prima. Goede duurloop en vanavond Sinterklaas. Ja, surprises. En dan morgen nog even een rustig loopje en dan zijn we er. Ik voel alleen maar kranten. Surprises. Los dus zijn geheimen. Nu van Sint en Piet een lieve groet. Mooie wedstrijd sokken voor Emiel. Het is vandaag echt verschrikkelijk weer. Het regent de hele tijd. Het is zaterdag en vandaag is dus even opletten wat ik ga eten. Geen vezels, geen rood vlees, gewoon licht eten. Omdat morgen om 3:00 de start is. Morgen wordt het wel iets beter weer gelukkig. Het regent dan in ieder geval niet 24 uur. Maar ik ga vandaag nog een stukje lopen. 50 minuutjes denk ik. Ik hoop tussen de buien door. Want ik heb geen zin om weer helemaal nat geregend te worden. Maar we gaan het zien. Uiteindelijk heb ik heel veel zin in de wedstrijd morgen. Dus vandaag nog een klein loopje, 50 minuutjes. En dan morgen de bruggenloop. Kleine 11 kilometer gelopen. En klaar voor vandaag. Lekker avondeten. En vroeg naar bed. Morgen bruggenloop. Bedankt voor het kijken van de video. Dit was de week van de bruggenloop. Morgen is het zover. Morgen gaan we strijden bij de bruggenloop. En misschien zit er wel een podiumplek in. In de krant stond er dat ik een van de titelkandidaten was. Dus dat is wel heel vet om terug te lezen. Sta je aan de start? Laat het even weten. Zet het in de comments. Ik vind het leuk om dat te zien. Dan zie ik jou misschien aan de start. En anders, als ik je niet zie, heel veel succes morgen. Bedankt voor het kijken, like, subscribe en ik zie je bij de bruggenloopwedstrijd die over een paar dagen live komt. Thanks.